allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een Action Shop vlog voor jullie, maar dan net iets anders. Ik wil jullie namelijk meenemen naar de Action om samen kerstinkopen te doen. Ik ben nu voor het eerst leerkracht van mijn eigen groep. En het is nu kerst, Sinterklaas is net geweest. En ik ben eigenlijk de enige die helemaal geen kerstspullen heeft voor in de klas. Ik kan natuurlijk van iedereen wel wat gaan lenen. Maar ik vind het super leuk om zelf de kerstspulletjes te gaan kopen. En heb ik ook eindelijk nu een reden om dat te gaan doen. Want thuis doe ik dat eigenlijk nooit, helemaal versieren. Ik vind dat allemaal een beetje too much. Ik vind het ook zonde dat je die spullen alleen met kerst gebruikt. Maar nu kan ik het voor mijn klas doen, dus ik vond het super leuk om te doen. Ik ben gisteren meteen naar mijn werk, naar de Action gegaan. En daar vond ik het wel leuk, maar ook weer een beetje tegenvallen. Dus ik ben daarna ook nog naar andere winkels geweest. Die beelden duren ongeveer 15 tot 20 minuten, dat is best wel een stukje. Dus ben je daar niet in geïnteresseerd, moet je even flink doorspoelen. Want daarna komt de shoplog. Ben je hier nieuw, vergeet dan niet te abonneren voor meer van dit soort video's. En deze video een duimpje omhoog te geven als je hem leuk vindt. Vorige week is er trouwens een hele toffe winactie online gekomen. Daar kan je ook nog 2 weken aan meedoen. Dus het zou leuk zijn als je daar aan mee wil doen. En dan gaan we nu beginnen. Hallo jongens, sorry voor dit hele brakke hoofd. Ik kom net op mijn werk, het is vrijdagmiddag. Dus ik ga nu naar de Action. Ik ga een shoplog voor jullie opnemen en ik ga jullie meenemen in de winkel. Nou, het lijkt wel Schiphol joh, wat een luxe. Ik ben trouwens in Diemen. Hier zo op de Crea afdeling, want ik zoek dus van die stifter waar je op het raam kan schrijven. Want op school hebben we die dus wel, maar die zijn steeds bezet. Kijk, ik zie dit. Hoe leuk. En dit zijn... Sorry voor mijn nagels. Oh, dit zijn gewoon twin markers. Kijk, ze hebben allemaal nieuwe kussens. Kijk hoe groot deze is. En ik zie dus ook deze. Ik denk dat ik hier wel wat van meeneem. Even kijken. De bolletjes. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Ze hebben ook een velvet kussen, maar ik vind deze kleur dan weer niet mooi. Kijk, ze hebben ook deze. Deze ga ik sowieso ook nemen. Dit vind ik echt geweldig. Deze kosten. Deze zijn 3 euro voor alleen een hoes. Ik vind het wel jammer, de achterkant is wel een beetje simpel, maar ik vind deze echt heel leuk. Ik weet niet of dit samen leuk staat. Kijk, ik heb laatst een bakje gekocht. Ik dacht, ik ga gewoon kijken wat ik ervan vind. En ik vind hem dus zo leuk thuis. Kijken of ik er dan nog een moet halen of niet. Kijk, dit ga ik niet voor mijn klas kopen, want dat vind ik een beetje onzin. De rest ook niet, denk ik. Dit vind ik ook zo leuk. Die sterretjesbakjes. Oké, de kerstafdeling. Ik zal ook even wat van jullie laten zien, dat is wel handig. Het is een beetje leeg. Ja, dit vind ik wel schattig. Dit is wel echt heel schattig. Dit vind ik wel schattig. Wat is dit dan? Waarom is deze wit? Deze ook heel erg cute. En deze vind ik ook echt mooi. Dit. Maar ja, wat voor toegevoegde waarde heeft dit, hè? Denken jullie ook altijd zo? Kijk, deze heb ik laatst al gekocht. Deze witte, zilver en lichtroze. Die heb ik al. Ik wil die kleur op elkaar komen. Kijk. Ik wou er dus geen rood of zo bij. Dit is dan dus heel mooi. En dit. Het wordt wel heel girly hoor, maar dat maakt niet uit. Mijn klas is ook girly. En dit ook misschien, of is dat te veel of zo? Oh, dit vind ik ook heel mooi. Dit wil ik ook. Kijk, hier heb ik ook echt wat aan. Die balletjes vind ik niet zo heel leuk. Deze heb ik ook in het zwart. En deze, zodra je ze aanraakt, viel ze er meteen af. Maar die vind ik wel leuk. Dus ook deze kerstboomraamstickers. Ik vind ze niet heel leuk. Ze hebben ook met Anna en Elsa en prinsessen en Oats en zo. Maar ik vind het toch leuk voor op de muur. Ik vind dit dus heel leuk. Maar ik weet niet zo goed wat ik er dan precies mee kan doen. En ik vind deze ook heel mooi. Maar wat doe je daarmee? Kijk, ze hebben wel echt kerstwashi tape. Zie je? Dit heb ik al in mijn klas. Dat vind ik heel leuk. Ook als versiering van die sterretjes. Wat is dit? Placemats. Oh, ik vind deze heel mooi. Kijk hoe mooi deze is. Ik heb dus deze en ook in een ster. Die vind ik heel leuk. Maar die kun je het hele jaar doorgebruiken en deze weer niet. Dus ik weet niet dat ik deze neem. Ja, ik vind deze echt heel mooi. Deze is 1,05 euro en deze grote 1,65 euro. Deze. Ik vind deze ook wel heel mooi hoor. Met kerst. Deze vind ik wel niet heel mooi. Ja. Nee. Ik vind het een beetje mooi. Dit. Nee, ik weet niet. Wat zijn dit nou? Kussenhoezen. Als je echt extreem van kerst houdt, is dit wel... Oh, dit is wel heel leuk. Het ziet er ook echt wel chic uit. Echt zoals op oma het heeft gemaakt. Ik zocht nog een beetje dit soort dingen om op te hangen in de klas. Volgens mij is dat dus dit. Maar ik zie er niet heel veel.
Maar ik heb het wel nodig. Ik vind deze op zich wel schattig. Deze wel. Deze vind ik echt heel mooi uitzien. Dat je ook echt denkt, van, oh, dit kan je ook echt voor nog veel meer geld zien. Het ziet er gewoon echt kwaliteitachtig uit. Maar ik vind 12 euro voor iets dat ik alleen met kerst gebruik. Ja, dat vind ik dan weer een beetje onzin. Ik heb dus helemaal geen kersthangers echt gezien. En geen piek en zo. Dat vind ik wel jammer. Dan moeten de kinderen zelf maar meenemen dan. Nee. Wat is dit? Schattig. Nee. Ik ga nu stoppen, denk ik. Wat is dit? Oh, dit is een hanger. Die is wel schattig. Oh, die vind ik 2,70. Vind ik een beetje duur. Kijk hoe leuk. Ook allemaal helemaal op. Ik denk wel dat het echt verschrikkelijk is qua glitters. Maar dit is 1,95. Ik zag bij Ethos ook al dit soort prijsballen. Toch wel schattig. Ik ga verder niet te veel van de rest laten zien, want het ging echt om kerst. Maar ja, ik ben een beetje teleurgesteld. Ik vind het allemaal gewoon een beetje moi. Ik ga nu even kijken wat ik ga houden en wat niet. En ik ga ook nog even in andere winkels hier kijken. Wat... Ja. Jongens, wat een weer. Kijk even, het sneeuwt. Het is echt best wel gevaarlijk op de weg, maar ik wilde graag nog ergens heen. Alleen de Actions... Sorry, het is gewoon vrijdagmiddag doodmoe. De Actions in mijn buurt zijn allemaal dicht. Dus ik ga nu even naar de Big Bazaar en de Xenos. Neem ik jullie ook wel even mee. Eerst even dit. Oh. Even, mensen die zo inparkeren. Kijk nou. En kijk, het sneeuwt. Oké, okay, ik ben helemaal nat. Ik wil sowieso dit voor in mijn kerstboom. Oké, ik wil dit ook, jongens. Ik wil dit, maar het is wel echt chill. Het is toch super schattig. Dit is echt super schattig, kijk nou. Met die balletjes. Op zich zijn deze ballen ook nog wel mooi, maar ik heb dus een piek nodig. Wat is dit? Oh, is dit de kerstafdeling? Ik hoop echt dat ze veel hebben. Ik denk het wel. Kijk, ik vind dus 1,30 voor een bal altijd een beetje stom. Nee. Sowieso geen glas nemen. Nog meer kerst adventkalenders. Oh, dit is leuk. Kerst 80 cent. Die zijn leuk voor in de klas. Oh, wat leuk. Ik ben blij. Wat is dit? Ook kerststickers. Maar 90 cent. Oh, dit is ook leuk. Van permanente marker. Ja. Oh, deze zijn leuk. Oh. Ja, die wil ik. Ik weet niet wat ze kosten. Een kerstklokje. Ja, dat vind ik wel een beetje lelijk. Kijk, ook superleuke washi tape. Maar ik hou heel erg van deze stijl. Ja. Wat is dit? Grote glitterstrik. Oh, dan kan je boom een strik geven. Ja. Wil ik dat? Ja, hè? Maar hoe doe je dat dan? Ik ruim het wel even op, mensen. Oké, nepsneeuw heb ik net al gekocht. Dit vind ik nooit zo mooi. Van hout vind ik dus niet zo mooi in een kerstboom. Hier, leuke hangers. Of niet? Ja, kijk, weet je wat ik vind? Dat loopt zo op, hè? 1 hanger voor 1 euro. Ik vind deze heel leuk. Daar kan je ook een kaarsje in doen. Nee. Ja, ik weet niet. En dit. Kijk, allemaal. Deze vind ik lief. Ik heb echt die kindersmaak, hè? Die vind ik heel leuk. Oh, deze is ook zo leuk. Maar ik kan er niks mee. Dit is schattig. Maar waarom paddenstoelen? Wel heel leuk. Ik vind dat niet echt kerst, meer herfst. Ja, dit zag ik ook bij Primark, superleuk. Ja, kijk, ik wil het eigenlijk alleen kopen als ik meteen weet wat ik ermee ga doen. Dit soort hangers vind ik dan leuk. Gewoon lekker cheapy. Ja, die vind ik leuk. Wat kostte die? Waarschijnlijk 1 euro. Ik heb op zich wel genoeg ballen. Ik heb kleine ballen dus. Kijk. Dus ook gewoon 5 sterren voor 1 euro. Maar ik vind ze niet zo mooi. En deze. Oh nee, dan moet je zelf nog ijzerdraad erin doen. Dat ga ik ook niet. Kijk, je hebt wel een piek. Maar is toch niet mooi als piek? Toch? Ja, misschien wel eigenlijk. 2,30. Zal ik het gewoon doen? Dan heb ik tenminste een piek. Dat is ook leuk. Zo kort. Oh, die is stuk. Nou, kijk, ik heb maar een hele kleine kerstboom. Dus ik denk dat het gewoon veel te vol gaat worden eigenlijk. Dat ik toch wel echt verliefd ben op dit soort auto's. Ja, ik ga er... Kijk, 10 euro, ja. Dat vind ik zonde van je geld, hè? Kijk hoe mooi, als je echt van kerst houdt. Kijk nou. Super mooi. Het is ook wel heel leuk, zo'n LED-huisje met voor 2 euro.
Met nummer 5. Oh, dit gaat ook helemaal draaien. Hij kan niet dicht. Leuk zeg. Ik vind wel, ik weet dat heel veel mensen echt obsessed zijn met kerst. Dit is gewoon zo'n nep kaarsje met een ding erop. Kijk, ik vind dit ook heel lief, heel leuk. Kijk nou. Ze hebben zelfs kerstman sloffen. Leuk. Ik ben er nog even de zeeman in gelopen, maar daar was het zo stil dat ik niet echt durfde te filmen. Ik heb niet heel veel gekocht, maar daar hebben ze super leuke dingetjes. Ik ga nu naar de Xenos en dan ben ik klaar, denk ik. Ja, Blokker is meestal zo duur. Toch even kijken. Kijk, ze hebben zulke leuke dingen bij de Blokker. Ik vind deze echt heel leuk. Hij is 8 euro. Ze hebben allemaal super schattige dingetjes. Echt heel leuk. Ook die kaarsjes. Best wel stylish allemaal. Oh, die is leuk. Die, als hij zwart was. Deze ga ik sowieso meenemen. Ze hebben heel veel in deze stijl. Echt heel leuk. Kijk, deze sokken. Ruup, als je dit ziet. Dit is de volgende knuffel die ik wil. Kijk, ze hebben ook dit. Christmas light decorations. Super leuk. En daar nog van alles. En dit is dus die lijn die ik echt heel leuk vind. Met goud, ook dit glas. Zien we dit? Daar is dus ook dit schaaltje van. Deze vind ik echt super schattig. En kijk. Ik heb echt het gevoel dat de prijzen omlaag zijn gegaan met Blokker. Oh, hier hebben ze allemaal super mooie kerstdingetjes. Kijk nou. Wat leuk. Kijk. Echt super leuke dingen en hartstikke betaalbaar. Die glazen. Echt zo geweldig. En die bakjes. Super leuk. Oké, ik ga nu naar de Xenos. En dit afrekenen eerst. Ik ben in Xenos. Ik zie echt al super leuke dingen. Zoals die. Hij hangt alleen op zijn kop. Kijk, ik ging hem eens openmaken, maar hij hangt er gewoon. Maar ik vind hem net een beetje, ik weet niet, want je moet ophangen, vind ik niet zo leuk. Maar ik zie dus ook deze. En het is 2 plus 1 gratis, super chill. Kijk, 5 euro, ja. Hij is wel heel licht hoor. En dit vind ik dan ook leuk, maar ook net niet ofzo. Kijk, je kan alles wel gaan kopen. Ook een beetje diezelfde stijl als net bij Big Bazaar. Super schattig. Ik wil dus heel graag... Jeetje, dit kost 11 euro. Ik wil graag zo'n sneeuwbal. Dat vind ik dan een beetje duur. Oh, het is wel hele mooie sneeuw. Het is wel heel fijn. Cute. Heel leuk allemaal. Kijk hoe schattig die. Kijk. Oké, ja, ik ben nu in zo'n fase. Ik heb echt al veel. Maar is dit alles wat ze hebben voor kerst? Het valt wel een beetje tegen. Hé, die sloffen. Zijn dat niet dezelfde? Ik zie bij Blokker en Xenos heel vaak dingen dat ik denk, dat is toch hetzelfde, hè? Oh. Het kost deze 13. Kijk, hoe lief. Dat is ook leuk. Ze hebben zelfs een piñata. Ik had deze laatst al op Insta laten zien. Kijk dit. 3 euro. Unicorn krijtjes. Unicorn. Unicorn krijtjes. Kijk. Allemaal unicorn. Kijk. 80 cent. Zo leuk. Unicorn. Wow, waarom zeg ik unicorn? Unicorn maskers. Geweldig. Jongens, ik ben thuis. Ik ben echt 5 uur weg geweest. Ik had op Instagram gevraagd wat jullie wilden. En de meesten wilden dat ik het in een echt shoplog stijl deed. Dus ik ga het morgen, voordat ik Sinterklaas ga vieren met mijn schoonfamilie, ga ik voor jullie de shoplog opnemen. En ik heb zoveel zin. Ik wil zo graag kijken wat ik allemaal gekocht heb. Maar ik ga het niet doen. Dan is morgen nog een beetje excited. Kijk trouwens hoe mooi deze kerstboom is. En mijn haar krult helemaal van de regen. Oké, ik zie jullie zo. Het wordt echt een super lange video. Ik ben benieuwd of jullie het leuk vinden. Ik zie jullie morgen en voor jullie nu. Oké, jongens, ik bedenk me net dat ik dus ben vergeten om met mijn microfoontje te filmen. Trouwe kijkers weten dat mijn audio altijd heel ver weg klinkt. Dus ik had eindelijk een microfoon. En vorige keer ben ik het ook al vergeten. Het zit nog niet in mijn systeem. Dus sorry. Ik hoop dat jullie het wel goed hebben kunnen verstaan. Oké, nou, hoi allemaal. Daar zijn we bij het officiële shoplog gedeelte. Ik denk echt dat het heel lang gaat worden, want ik heb super veel gekocht. We gaan gewoon lekker beginnen met de action. Ik heb hier mijn bonnetje en ik heb 37,26 uitgegeven voor best wel een flinke tas. Ik ga beginnen met Action. Daarna heb ik nog Zeeman, Xenos, Blokker en als het goed en Big Bazaar. Dus heel veel plezier. Ik zou er gewoon wat lekkers bij pakken. En ik hoop dat jullie er wat inspiratie uit kunnen opdoen. Ik ga even beginnen met iets wat ik echt super leuk vind. Dat is niet heel kerstachtig. Ofwel, maar niet per se voor kerst. En dat is deze kussenhoes. Deze kussenhoes was €2,99. Ik heb er 2 gekocht. En het is zonder vulling. Die heb ik er net zelf gewoon ingedaan van thuis. En ik hou heel erg van dit stofje. Ik zie wel vaker precies van dit grijs met een beetje zwarte achtergrond. Van die dekens. En die vind ik altijd heel erg leuk. En ik zag ook een
deurstopper hiervan bij Blokker, geloof ik. Maar deze kussens vind ik super, super leuk. Dus hier heb ik er nu 2 van gekocht. Dan heb ik een deurstopper gekocht. En ik heb op school al een deurstopper. Maar deze vind ik gewoon te leuk. Hij was €2,99 en zo ziet het eruit. Oké, ik ga er niet te lang over kletsen, want dan duurt het te lang. Dan heb ik een sneeuwdeken gekocht. Dit was €1,23 en ik dacht eigenlijk dat het van die losse sneeuw was. Maar ik denk dat je het kan scheuren. Oh, hij is al een beetje open. Het is zeg maar zo'n hele lange mat. Nou, ik denk niet echt dat je het er makkelijk af kan scheuren. Maar dit is wel heel leuk. Ik heb zo'n bakkerskast van de Xenos. En daarop ga ik alles leuk neerzetten. En misschien ook even verdieping met die sneeuw of ik leg het op de grond. Ik ga nog even kijken. Trouwens, het is nu zaterdag, dus ik kan het nu niet allemaal gaan klaarleggen. En dat wil ik ook samen met de kinderen doen. Maar ik ga op mijn Instagram een foto plaatsen van het eindresultaat. Ik hoop dat begin aankomende week te gaan doen. Dus daar kun je dan zeker een foto verwachten van hoe alles er in totaal uit gaat zien in mijn klas. Maar dit is dus een sneeuwdeken. Als het goed is, was deze... Ja, deze was €4. GroenLink. Oké, ik kon hem even niet vinden op de bon. Ik wil heel lang zo'n LED-figuur, het liefst met een hartje of een kus. Maar die zijn altijd heel erg duur. En ze hadden alleen kerstbomen helaas, maar voor kerst wel heel erg leuk. Dit is dus zo'n LED-figuur. En hij is ook voor buiten. Het is alleen ja, niet heel mooi met de stekker eraan, maar dan moet je gewoon een beetje mooi wegmoffelen. Hoe noem je dat? Stoppen. Leuk, toch? Ja, die stekker valt wel echt heel erg op. Hoe zouden jullie dit doen? Nou ja, als het donker is valt het natuurlijk niet op en dat is natuurlijk eigenlijk de bedoeling. Ik vind hem heel erg leuk. Ik vind het voor €4 echt een top ding. Top deal. Dan heb ik 2 setjes met kerstkaarten. Deze waren €0,89 per stuk. Ik heb namelijk ook van de Action, die had ik al eerder gekocht, wat ik in de beelden hiervoor liet zien. Die kerstboom met die wasknijpers eraan. En ik wist niet zo goed wat ik daarin moest hangen. Dus het leek me heel leuk om daar geschreven of desnoods ongeschreven kerstkaartjes in te doen. En er zitten er best wel veel in. Het zijn echt van die hele schattige. Ik vind dat zelf heel leuk. Een beetje kinderlijk. Deze zitten er allemaal in. Dus die ga ik daar dan aanhangen. Dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. En misschien ga ik ook nog wel kerstkaarten sturen. Ik weet het nog niet. Dan heb ik deze voor €2,99. Want ik wilde per se iets wat ik kon hangen. Dat zei ik al in de beelden in de winkel. En ze hadden niet heel veel keus. Ze hadden ook sterren, maar die hing er. Maar die was er helaas niet meer. Dus ik heb nu... Ja, ik ga hem er nu niet uithalen, want dan wordt het echt een troep. Maar ik heb nu deze. En dat kan je dan dus zo ophangen. En is het een pingwing? Ja. En dat ziet er dan dus zo uit. Dus dat vond ik wel heel erg schattig. Ook heb ik nog deze 2 kussenhoesen dus uiteindelijk gekocht. Want ik dacht, we hadden laatst wat roods in huis. En toen dacht ik, wauw, dat staat heel mooi. En we willen wat meer zwart ook en wat donkerdere kleuren. Dus ik dacht, deze is heel mooi op de bank. Ik vind het best wel een mooi kleurtje, een mooi stofje. Maar Ruud vond het niet zo mooi en het stond inderdaad ook niet heel mooi. Dus deze gaan terug. Maar je had ze ook gewoon in roze en andere kleurtjes. Dus dat zijn wel echt... Hele leuke kussenhoesen voor die prijs. En ik had ook deze nog. Deze is €2,99. Maar die gaat ook terug omdat ik het gewoon net... Ja, het stond niet heel erg boeiend, dit witte. Dan vind ik die grijze fluffies eigenlijk veel leuker. Voor €0,89 heb ik dus ook deze gekocht. Dat zagen jullie ook al in de beelden. En deze is ook voor de rest van het jaar super leuk. Want zo rendiergewijs natuurlijk helemaal hip altijd. En het is echt een super mooie theelichthouder. Dus hier ben ik ook super blij mee. Dan denk ik dat deze €0,99 is. Dat is... Deze dunne guirlande, of hoe dat ook heet. En ik heb dus ook die grotere gekocht. Deze 2. En die passen dan dus heel mooi bij die roze, witte en zilveren balletjes die ik al eerder heb gekocht. Die gaan jullie ook gewoon op de foto zien. Volgens mij zijn deze allebei €1 zoiets. Ik zie even niet precies welke is, maar deze €1,25. En volgens mij deze allebei €1. Die vind ze echt heel leuk. Niet van die standaard donkere kleuren. Ik hou niet van donkere kleuren. Maar een beetje pastel. Super, super leuk. Dan voor €0,77 heb ik deze glitterballenslinger. Ik weet niet of ik die in de boom nog erbij doe. Ik denk dat het veel wordt. En anders weet ik dat ik hem gewoon ga ophangen. Er zit geen voorbeeld bij. Hij is €150. Dan zei ik al dat ik dat kerstbakje had gekocht. En dat ik twijfel om er nog één te halen. Heb ik niet gedaan, maar ik heb wel deze gehaald. Dit is ook iets wat ik thuis gewoon het hele jaar door zou neerzetten. Omdat ik het zo schattig vind. Deze is €1,52. En ik vind het er gewoon echt goed uitzien. Het is, ja... Ik denk ook, wat kan er mis zijn met zo'n bakje? Maar je zou niet denken dat je hier maar €1,50 voor hebt betaald. Zo schattig. Echt ook heel erg leuk. Dan kocht ik voor €0,69 ook nog deze. Dat hadden jullie ook al kunnen zien. Ik twijfelde nog, want het is van metaal. Echt zo'n blik. Het is volgens mij heel cheapy. En ik vond ze ook allemaal een beetje... Ja, er zat hier dan verf op en zo. Dus ik heb degene gekozen waar het minst verf op zat. Maar dit is wel heel leuk om aan de deur te hangen. Misschien ook niet, want het is natuurlijk heel veel herrie deden dat hoor. Of ergens anders op te hangen. Ik vond het voor het geld wel super schattig. En dan heb ik ook voor €1 een kerstcd gekocht.
Ik weet dat je het ook gewoon op YouTube kan luisteren, maar het is soms een beetje onhandig, omdat dan heb je weer reclame of hij gaat ineens over naar een heel ander soort liedje. En hier staan allemaal basic, ja, van Coco de Clown, dus ik hoop dat het een beetje normaal gezongen is. Maar alle basic liedjes, maar ook spring op en neer en lekker sleeën in de sneeuw. Amazing versies, dus ik vond dat wel echt leuk voor in de klas. En voor 1,95 heb ik ook nog deze mooie hoesjes gekocht, waarvan ik zei, oh, dat is net alsof je oma het heeft gemaakt. Ik vind hem echt heel mooi. Heel chic, dus dan ga ik gewoon, ik heb een soort leeshoekje gemaakt. Dan ga ik denk ik op één stoel, ook even vulling nog vinden. Maar dan ga ik op één stoel zo'n kerstkussentje leggen. Ik vond hem er echt super mooi uitzien, kijk maar. Helemaal niet goedkoop ziet het eruit. Ook wel een tip als je ervan houdt. En dan nog voor 69 cent heb ik dus deze raamstekkers gekocht. Ik zei al, ik vond ze een beetje... Ja, ik werk natuurlijk met kinderen, maar het hoeft niet per se kinderachtig te zijn, vind ik. Ik vond het een beetje kinderachtig. Ja, er was ook dus met Anna en Elsa en met enge monsters. Ik vond deze dan nog het beste. Die had ik gewoon een normale kerstboom gehad. Maar dit is toch wel heel erg leuk voor op het raam. En dan was dat alles al. Ja, ik heb nog deze shopper, die is volgens mij 60 cent. Ook in kerststijl, dus dat is wel heel erg leuk. En dan gaan we nu door met de andere winkels. Oké, bij de Big Bazaar kocht ik als eerst voor 2,59 deze theelichthouder. Dit is ook helemaal niet specifiek voor de kerst. Maar wij hebben ook van die lampjes in huis. En ik hou echt van deze stijl. Dus ik weet helemaal niet of ik die in mijn klas ga zetten of gewoon thuis. Maar kijk hoe leuk die is. Zien jullie hem goed? Superleuk. Dan kocht ik dus voor 1 euro deze. Volgens mij liet ik alleen deze zien in dit filmpje. Maar ik vond daarna ook nog die andere. En ik zei al, ik heb geen zin om allemaal hangers voor 1 euro of meer per stuk te gaan kopen. Dus ik vond dit wel top. Setjes van 3, het weegt helemaal niks. Als het valt met de kinderen is het niet erg. En het past heel goed bij de stijl, want het is echt heel mooi wit met glittertjes. En dan kocht ik voor 1 euro deze candy canes, want dit vind ik ook wel leuk in de kerstboom. Het is dus een neppe, best wel kleine kerstboom, dus ik hoop dat het allemaal past. Maar ik hoop het, want dat ziet er echt heel erg leuk uit. Dan was ik dus op zoek naar een piek en dat was best lastig te vinden, want overal was alles een beetje op. En ik heb dus voor 2,30 deze piek gekocht. En ik vind hem er een beetje cheapy uitzien, maar ik denk als hij zo... In zijn totaal zeg maar op de kerstboom staat. En je ziet hem van ver af dat het best wel mooi kan zijn in die roze zilverwitte boom. Dus dat is deze. Dan kocht ik nog voor 1 euro deze markers. Die er echt heel, qua verpakking heel cheap uitzien, maar maakt me niet uit. Dit zijn permanente. Ja, permanente markers. En dat gebruik ik als juf best wel vaak. Dus met kerst vind ik het wel heel leuk als ik dan ook gouden of zilveren heb. En misschien nog leuk om kaartjes mee te schrijven of iets. Dan heb ik nog 2 velletjes stickers. En de ene zijn 79 en de andere 89 cent. Ik weet niet welke is. Maar dat zijn deze stickers. En dat is ook als juf heel erg leuk. Dit zijn gewoon echt dunne stickertjes. Kijk. Heel erg cute. En dan deze dikkere stickers. En dit zijn er veel minder. Maar dit zijn dus een beetje van die poffy. En niet echt poffy. Het zijn gewoon echt een soort van ja, dikke stickers. Super schattig. Misschien ook zelfs wel voor op de ramen of zo. Dan bij de Zeeman, ideaal, en daar staat de prijs er gewoon op. Ik zag dus die strik bij Big Bazaar, geloof ik, maar die was vrij groot. En toen zag ik deze, en ik heb geen goud in mijn boom. Maar dit is weer, net als wat ik zei bij de Action, bij die slinger, zo'n mooie kleur goud. Niet zo geel goud, maar zo'n soort assengoud. Ik vind hem zo mooi, en hij is klein, dus voor mijn kleine kerstboom. En hij kost 79 cent. En ik maak je dan dus gewoon vast met van dat ijzerdraad. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Ik vind hem echt heel erg leuk. En van achter is hij ook gewoon heel mooi... Ja, een soort geclassificeerd. Dus ik vind hem echt top. Dan kocht ik ook wat oorbelletjes. En ik zie nu dat deze er net af is gevallen. Maar die waren 1 euro per stuk. En ik heb dus deze. En dat hoofdje zit dan dus vast in je oor. En dat onderkantje beweegt dan dus. Super grappig. Ik heb ook deze sneeuwmannetjes. Ja, echt mooi is het niet. Maar ik vind het gewoon heel leuk om met kerst te dragen in mijn klas. En ik heb ook nog deze pinguïnetjes. En dit draag ik niet hoor. Maar ik vond het voor 1 euro hartstikke leuk. Ik had ook hangertjes. En oh, ik had ook nog kerstballen. Maar die kan ik niet vinden. Het waren hele kleine hangende kerstballetjes. Ook kocht ik nog dit spaarpotje. Oh, dat heeft ook niks met kerst te maken. Maar deze vond ik zo lief. Deze is 1,99. Kijk nu hoe schattig. Een soort van leeuw. Ja, een leeuwkatje. Echt heel lief. En om neer te leggen vond ik ook wel mooi. Van die mini dennenappels met sneeuw erop. Deze zijn 1,50. En je ziet het niet zo goed door het netje. Maar ook ter decoratie vond ik die ook wel heel erg leuk. En dan, dit is ook geen kerst. Maar voor 1 euro deze stickers. Kijk hoe lief. Van die hele... Poefie. Schattige stickertjes. En dan als allerlaatste, ik vond dit papier bij de Xenos heel erg mooi. Voor 1 euro. Ook wel kerstelijk. En ook bij de Xenos zocht ik van die raampennen. Had ik dat al gezegd? Volgens mij wel. Maar dat hadden ze niet. Maar ze hadden dus krijtbordstiften. En daar staat op dat je er ook mee op glas kunt schrijven. En dat je het zo met water weg kunt halen. Ik wilde heel graag wit, maar wit was erop. Dus ik heb deze gekocht. Ik kan niet heel goed tekenen, maar ik hoop dat ik hier op de ramen dan leuke teksten mee kan schrijven. Of
als ik het overtrek of zo van iets. Deze zijn een euro per stuk. En dan kocht ik nog bij de Blokker dit hele leuke schaaltje dus. Hij is 3,50, maar er ging nu 20% korting af met de sticker. Dit schaaltje. Ook leuk met kerst, maar ook leuk het hele jaar door om ja, oorbelletjes op te leggen of zo. Dus deze bewaar ik gewoon voor thuis. En ik zag deze fietslampjes. Dus ze waren 3 euro. En het zijn dus roze fietslampjes. En dat vond ik helemaal geweldig. Ook niet voor kerst, maar wel heel leuk. En dan was dat alles. Ik heb nu alles in deze tas. Deze neem ik maandag lekker mee naar mijn werk. En dan ga ik met de kinderen alles mooi versieren. Dan ga ik voor jullie een foto maken hoe het eruit ziet. En die op mijn Instagram plaatsen. Dus als je me nog volgt, kun je die foto zien. Ik hoop dat jullie deze video super leuk vonden. Ik vond het echt heel leuk om gisteren jullie mee te nemen. En ik heb daarna niet meer naar mijn spullen gekeken. Dus dat is voor mij nu ook allemaal weer leuk. Een beetje een verrassing wat ik allemaal heb gekocht. Vond je het een leuke video? Doe dus even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je meer wil zien. In ieder geval vast hele fijne kerstdagen en feestdagen en alles rondom kerst. En daarvoor. En dan hoop ik dat ik jullie volgend weekend weer zie. Bij een nieuwe video in het weekend om 9 uur. Bedankt voor het kijken. Doei!